Welkom. Vandaag introduceer ik een nieuw woord, mol, een molaire massa, woorden dus. En gaan we kijken wat dat met scheikunde te maken heeft. We gaan daarmee rekenen en die molaire massa gebruiken we heel veel met scheikunde. Dus het is wel handig als je dit volgt, snapt en kan toepassen. Oké, schoenen, die koop je per paar. Eieren koop je per dozijn of half dozijn, een doosje van 6. Maar omdat scheikunde zulke kleine deeltjes heeft, atomen, die deeltjes hebben in zulke enorme aantallen, daar is een ander getal voor, dat is namelijk het getal van Avogadro, dat is 6,0 maal 10 tot de 23ste. 6,022 keer 10 tot de 23ste. Dat is dus een 6 met 23 nullen eraan. Dat is de hoeveelheid deeltjes die in één mol zit. Is een gegeven. Ja. Waar heb je dit nou voor nodig? Nou, bijvoorbeeld in reactieformules. Kijk even naar deze reactieformule. En dit is de reactieformule van die is CH4 plus zuurstof wordt verbrand. Ja, dit is een verbrandingsreactie. C reageert met zuurstof. H, waterstof, reageert met zuurstof. En we krijgen dus twee oxiden. Ja, een wateroxide, waterstofoxide, wat wij water noemen, en koolstofdioxide. Je ziet dat ik heb de reactie hier kloppend gemaakt door een coëfficiënt voor te zetten voor de 2, voor de zuurstof, dat is een 2. En hier voor het water ook een 2. Nou is deze reactie kloppend. In de derde klas heb je hier ook meegewerkt, heb je ook meegespeeld. En hebben het vaak over losse moleculen gehad. Maar ik kan niet één molecuul CH4 pakken in de gasfase. Of twee moleculen zuurstof. Nee, dit soort dingen doen we vaak in molen. Dus in de hoeveelheden 6,022 keer 10 tot de 23ste. Dan betekent dit eigenlijk precies hetzelfde, maar wel zoveel keer meer deeltjes dan in eerste instantie de bedoeling was. Dus in plaats van één molecuul CH4 heb ik nou 6,022 keer 10 tot de 23ste moleculen. Die reageren met twee keer dit, dat is dus 12,022 keer 10 tot de 23ste moleculen zuurstof. Nou, je begrijpt dat als ik dat wil opschrijven, dat is een gigantisch karwei, dus dit is veel handiger. Dus 1 CH4 staat nu niet meer voor 1 molecuul, maar voor 1 mol CH4. Hier heb ik 2 molen zuurstof, reageert tot 2 mol H2O, water, en 1 mol CO2. Nu kunnen we ook uitrekenen hoeveel gram, als we het over mol hebben, van die stof we daadwerkelijk moeten gaan gebruiken. Daar hebben we de molaire massa voor nodig. De molaire massa, die schrijven we in hoofdletter M, is de massa van 1 mol stof. En de eenheid is gram per mol. Gram per mol. Hoeveel gram per mol van die bepaalde stof er is, dus wat de molaire massa is, dat ligt aan de atoommassa van de afzonderlijke atomen van het molecuul. We hebben een klein proefje voor, daar sta ik nu voor. Heb je de hoeveelheid in mol? Wil je naar de massa? Ja, dan moet je keer de molaire massa. Heb je dit aantal gram stof? Ja, wil je de hoeveelheid mol? Dan moet je delen door de molaire massa. Niet zo heel moeilijk. Gaan we dat bij deze bovenstaande, bij deze reactieformule doen? Ik had 1 mol CH4. Ik wil weten hoeveel gram is dat? Hè? Want ik zit hier 1 mol CH4, ik wil weten hoeveel gram is dat? Daar heb ik de molaire massa voor nodig? Nou, dat kan ik gewoon in mijn binas opzoeken. Ja, het atoomgewicht van koolstof is 12 plus 4 keer 1 van de waterstof. Molaire massa is dus 16 voor CH4. Dit kan ik met zuurstof doen. 1 zuurstof weegt 16. 2, want het is een diatomaire stof. 2 keer zuurstof is dus 32. Maar die 2 die staat hier ook voor. De molaire massa is dan wel 32. Maar omdat hier een coëfficiënt 2 voor staat, moet ik mijn molaire massa 2 doen. Is 64. Dus als ik 16 gram methaan heb. En ik heb 64 gram zuurstof. Ja, dan levert dat mij 36 gram water. En 44 gram CO2 op. En de wet van Lavoisier die zegt dat de hoeveelheid stof wat erin gaat, moet net zoveel wegen als de hoeveelheid stof die eruit gaat. Tel ik die twee bij elkaar op, dan kom ik op 80 gram.
Tel ik deze twee bij elkaar op, kom ik ook aan 80 gram. Dus dit klopt. En dat is altijd een check die je voor jezelf ook nog even kan doen. Goed, molaire massa geïntroduceerd. Mol geïntroduceerd. Hiermee moet je kunnen rekenen. Ik heb deze twee voorgedaan. Ik stel voor dat je zelf probeert uit te rekenen of je ook op die 36 en 44 komt. Veel succes!